Bij de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij wapperden de vlaggen op de dag dat daar het grootste schip dat ooit in Amsterdam gebouwd werd, te water werd gelaten. Het is de tanker Diloma, die met zijn 29 ton wegende schroef een snelheid van bijna 30 kilometer zou kunnen lopen. Het schip, dat 244 meter lang is en 33 meter breed, is 63.400 ton groot en heeft een diepgang van 12,5 meter. Zeer velen waren naar de werf gekomen om mevrouw Black, echtgenote van een van de commissarissen van de Shell, de doop te zien verrichten. Na een moment van hapering gleed het schip de helling af. Allengs sneller, tot de verankering en de kettingen de vaart remden en het schip tot stilstand brachten. Een nieuw groot schip wordt nu afgebouwd en zal daarna worden toegevoegd aan de tankervloot die olie vervoert over de zeeën voor de energie van de wereld.